Goedemorgen. Wij zijn je favoriete zaar. En vandaag ga je weer naar school. Ja, en morgen Weet je ben wat we ik vanavond gaan vrij. doen? Ja, morgen ben je vrij. Weet je wat we vanavond gaan doen? Ga je mij, als je wil, mag je mij helpen met versieren. Als Luc op bed ligt. Vind je dat leuk? Yay! Ja, nou, aankleden. Gelukt! Zo. Gaan we naar beneden, lekker boterhammetje eten. Je haartjes doen. Oké, doei. Karretje pakken. Yeah. Ballerina Elsa mee naar de winkel. En Elsa. Ja. En Ballerina Elsa. En ook nog Luc. En Lucie. En Luc is laatste. Haar Olaf, ja. Ja. De laatste boodschappen halen. Nog inpakpapier. Die moeten we niet vergeten. We zijn weer thuis van de laatste boodschapjes. Ik heb lekker groentesoep. Of was het voorbereid voor morgen? Morgen is de grote dag. Waar gaan jullie naartoe met z'n tweeën? Is je vast? Oh, waar ga je naartoe? Mama, je helpen. Even fruit tussendoor, hè? Even de fruitpauze. Ga maar even op de grond. Oh, die bikinis, die moeten we ook nog opruimen. Hoi, we hebben alle hoezen van de bank in de waslijn hangen. Een slak. Gooi me weg. Oh. Die liggen op jou. Vliegtuig. Ja, gaan we een vlek fruit tussendoor eten. Dat lusten we wel. Lust je dat ook? Aardbeien? Vind je het lekker? Ja. Dat was een... Een kleine aardbei. Een kleine aardbei. Heb je ook aardbei? Lekker aardbei? Lekker. Ik wil even een meloen. Pak maar. Van deze. Dat is deze. Is het lekker? Nee, vind je het niet lekker? Oh, Luc gooit het op de grond. Vind jij het wel lekker, de meloen? Mij wel, ik hoop het wel. Kate heeft hem ook mee naar school. Meloen. Dit is. Nee. Dit is een mango met een jurkje aan. En mango. 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 Kun je zeggen mango? Mango, mango, coconut papaya. Kun je mango zeggen, Luc? Hij heeft je mond een beetje vol. Tien. Oh, die niet, Luc. Deze. Luc pakt de schil. Die. En lekker? Lekker? Ja? Vind je het lekker, Luc? Mango. Mama, mag ik nog een stuk? Ja, ik ga snijden. We hebben Playmobil, familie Fun. Playmobil Ferries en Playmobil City Life. En jullie kunnen overal samen mee spelen, maar welke van de twee gaan jullie openmaken? Deze. Ga jij die openmaken? Ik ga deze openmaken. Kijk, dat is fijn. Ze hebben alle drie de Playmobil's opengemaakt. Er is een filmpje te zien op Caitlin's kanaal en een filmpje te zien op Emily's kanaal. Dat is wel heel leuk, hè? Ik wil mee.
Met een schilder. Hey, we hebben verschillende Playmobil setjes opengemaakt. Ja, en die filmpjes daarvan, die kunnen ze bekijken op Caitlin's Fisher eigen profiel. En Emily's Fisher eigen YouTube kanaal is het eigenlijk, hè. Op jullie eigen kanaal kunnen ze de filmpjes bekijken van het Playmobil. Nou ja, met het filmpje van die Emily heeft opengemaakt op Emily's kanaal en die van jou op jouw kanaal. Komt wel een beetje gemixt, hè, want we hebben het met z'n allen opengemaakt. Dus het komt wel gemixt. Ga naar YouTube en dan Caitlin Visser. En nu bam. Ze warm hè, meiden. Lekker spelen. We gaan we strakjes lekker versieren, Luc. Dat weet je niet, hè? We gaan dadelijk versieren. Ja, wat is er? Oh, ben te spelen. En het werd nog lang onrustig in Playmobilland. Oké, okay, mijn bestelling is net op tijd binnen. Heb ik vorige week besteld. Het is vandaag binnen. Gaat echt snel daar. Verjaardag. Ja, verjaardagspullen zitten erin. Leuke vlaggetjes. Ja, meer vlaggetjes. En dit zijn giraffenballonnen. En dan Pikachu. En Pikachu, nee, het is een giraffenballon. We gaan ze straks openmaken. Vanavond, als Luc op bed ligt. Ja, heel veel giraffen hebben we. Dat is een tafelkleed. Dit is een tafelkleed. Ook met de giraf. En dit? Dat is ook een tafelkleed. En dit? Hé, hey, ik kreeg een paar blaadjes erbij. Met giraffenbordjes. Met blaadjes en bordje met giraf. Ja! Superleuk! Nee, dat is een giraf. Ja, dat is een giraf. Hé, hey, dat is leuk. Hebben we het allemaal op tijd binnen. Ja. Mooi! Vind je ze mooi? Ja, en ik. Is voor jouw feestje, Luc? Ja. Het is echt wel super donker, hè, Emily? Ja. En ik had gezegd dat jullie mochten helpen met versieren. Alleen ik kreeg visite. Oké. Dus nu is het al super laat. Dat was gezellig. Ja, dat geeft niet, want het was inderdaad gezellig. En nu gaan we beginnen met versieren. Dus een nadeel dat we niet zoveel meer zien buiten nu. Deze leuke slinger hangen we tijdelijk eventjes hier. Want het is nu donker. En als we hem nu buiten hangen, dan is er morgens niks meer van over, denk ik. Want deze is van papier. Een stekker moet in stopcontacten. Ja, dat dingetje kan eraf. Heb je hem al? Wacht. Slingers. Ik ga even kijken hoe ver die is. Oh, daar is een mooi haakje. Daar, boven. Hij kan nog verder, wacht even. Hier zit een mooi haakje, maar daar kom ik zo niet bij. Moet ik wel even iets pakken. Hopen erbij kan. Klimmen, baba. Stel je gezicht schijnen. Yes, hij haakt. Waar gaan we heen met die vlaggen? Zo daarheen, en dan zullen we naar de parcel. Oké. Is goed. Daar gaan we. Even kijken hoe het bij de meiden gaat. Mama, hij ging aan. Ja. Hij was groter geworden. Ja. Zag je dat? De plaat? Nee, ik zag het niet. Jammer hè. Kijk. Hij was de. Ja. Stekker wel goed. Ja. Mama, nu pompen hem op en dan.
Dat gaat snel, hè? Nou, mama is even bezig. Openmaken. Dat zat hierin. Oh, deze zijn leuke ballonnetjes. Je ook daarmee op las. Ballonnen, ballonnen, ballonnen. Yay. Nou, morgen de rest versieren. Doei. Oh, kijk, jij heeft Luc uit bed gehaald. Ja, en ja, je kon niet wachten, hè? Ballonnen! Want het is Luc's feestje. Hoera! Hé, hey, en Luc? Wie is dit? Wie is dat? Pikachu! Je zegt allemaal Pikachu. Het is giraffie! Het is... Wauw! Wat mooi. Oké, daar hangt een giraf. Ja, een giraf, maar de twee is omgevallen. Dan lijkt hij heel mis staan. Dus eigenlijk wilde ik de giraf zo hebben, net alsof hij de twee beet houdt. Maar dat gaat wel heel moeilijk, want de ballon blijft niet plakken. Oké, en deze heb ik van de week samen met tante Mandy samen gemaakt, 's avonds. Kindjes op bed lagen. Mandy kan heel goed tekenen. Mandy heeft hem met me uitgetekend eigenlijk. En ja, ik heb een beetje geverfd en de lijntjes omgetrokken. Mandy heeft het meest gedaan. Ze heeft de cabrio geprobeerd na te maken op zijn shirt. En de auto van mijn vader, de oude auto van mijn vader, in de nieuwe kleur. Maar dat is een blauwe Cadillac. Die had hij helemaal zelf gebouwd, maar die is nu weg. En nu heeft hij eigenlijk deze kleur auto, maar dan is het geen cabrio. Dus het is een... Het is een beetje een combinatie ervan. Kijk, Raffi en slingers. En allemaal drinken in de koelboxen. Jullie zaten net lekker hier je boterhammetje te eten. Het is wel een leuk plekje, hè? Ja, hier zit nog drinken. Ja, de vlaggetjes hangen nu hier. Mama, kan je voor mij drinken pakken? Want ik heb het door. Deze is helemaal bizar. Jullie kunnen als het goed is Raffi wel, van Luc. Deze heeft Mandy, mijn lieve schoonzus, dus even nagemaakt. Het is echt zo'n ontiegelijk kunstwerk. Het mooiste cadeautje wat Luc kan krijgen, denk ik. Ik kan die voor altijd bewaren. Echt een beeldje van zijn knuffel. Dat is echt super knap. Dat maakt ze gewoon even uit de hand. Echt ontzettend knap van haar. Ik ben er heel blij mee. En Luc ook. Bedankt voor het kijken en tot morgen. En abonneer op ons kanaal. Onderwijsvideo. Doei!